kerk is een plek waar mensen naartoe komen om elkaar te ontmoeten. Om God te zoeken. Om tot rust te komen. Om te bidden. Of om van de sfeer van het gebouw te genieten. Stichting Welkom in de Kerk is opgericht om plaatselijke kerken te helpen als ze in hun stad, dorp of wijk willen zeggen: jij bent welkom in onze kerk. Dat doen we tot nu toe door zomermagazines te maken die je kunt uitdelen aan toeristen, dagjesmensen en mensen die geïnteresseerd zijn in de kerk of het geloof. Maar dat kun je ook op andere manieren doen. We hebben de wijsheid niet in pacht. En daarom zoeken we in jouw woonplaats en in jouw kerk naar mensen die enthousiast zijn over het evangelie. Zo enthousiast dat ze het niet voor zichzelf willen houden. Ik kom weer aanlopen. Het is hier de markt. En hier achter me staat de kerk. En dat symboliseert voor mij eigenlijk mijn christen zijn. Namelijk christen zijn in deze wereld, op de marktplaats van het leven. Ja, Jezus vraagt mij om dat evangelie door te geven. Ik ben er zelf heel enthousiast over. En ik hoop dat jullie dat ook zijn. Ik lees even een vers uit de Bijbel. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. En daar gaat het denk ik om, dat wij mensen hoop geven door het evangelie van Jezus. Nou, binnenkort hebben we een inspiratieavond en dan hoop ik eigenlijk dat je je aangesproken voelt om met ons na te denken over hoe wij die hoop die Christus ons geeft kunnen meedelen aan andere mensen. Kom je ook? Ook geïnteresseerd? Ga naar welkomindekerk.nl.